Om te beginnen, natuurlijk is het belangrijk dat de heer Rutte namens de Nederlandse regering de rol van Nederland tijdens het slavernijverleden heeft belicht en ook aangegeven dat wat er allemaal is aangedaan aan onze nana's en onze voorouders tijdens de slavernij, dat het een periode in de geschiedenis is van Suriname dat heel mens onterend was en een van de grootste mensenrechten schendingen ooit. En dat meegenomen zeg ik prima dat hij dat aangeeft. Over de datum hoeven we niet langer te discussiëren, want het is gekomen. Belangrijk is hoe gaan wij in Suriname nu om met hetgeen de heer Rutte heeft aangegeven. Want we moeten vooruit blijven kijken en we moeten dat doen met heel veel respect voor onze nana's en men zou zeggen onze voorouders. Want dat moeten we meenemen in het geheel op weg naar de toekomst. Mevrouw Hernel, er waren geluiden te horen van hoe zit het nou met herstelbetalingen. Sommigen zeiden zelf ze willen voorschotten en dergelijke. Meneer Rutte heeft aangegeven dat er een fonds komt om zaken glad te strijken. Belangrijk voor ons is, en dat moeten de nazaten van tot slaafgemaakten goed gaan overleggen en we moeten daar goed over discussiëren. We moeten niet gaan denken van ja, mensen, dat de nazaken moeten elk zoveel duizenden euro's gaan krijgen. Want dat is niet wat het. Onze nana's hebben niet alleen maar mensonterende zaken meegemaakt, maar ze hebben ook strijd gevoerd voor vrijheid. Vrijheid om te komen waar wij nu zijn. Dat we 1863 hebben gehad, is niet vanzelfsprekend gekomen. Er is bloed gevallen, er is strijd geleverd. Laten we op basis van die vrijheid waarvoor onze nana's hebben gevochten, kijken wat we moeten doen voor onze nakomelingen, voor onze kinderen in die straks volwassen moeten worden. En dat fonds, daar kunnen we veel meer uitputten. Onze geschiedenis moet worden vastgelegd. Niet in enkele geschiedenisboeken, maar duidelijk. Zodat wij allen als nazaten weten wat er is gebeurd. Ja, meneer Rutte heeft laten zien dat hij in het Nationaal Archief in Nederland daar zijn toespraak heeft gehouden. En hij heeft het niet zomaar gedaan. Is symbolisch, ja? Hè? Wat zegt u? Het is symbolisch, inderdaad, wat u zegt. Tuurlijk. En dat moet voor ons nazaten hier in Suriname als voorbeeld dienen. Dat wij moeten nagaan wat is onze geschiedenis. Laten we dat vastleggen. En laten we het niet alleen maar laten voor NACS of voor onderwijs. Maar laten wij nazaten ons bundelen.